Vlak bij de boomstronk begint de metaaldetector te piepen. Beet! Max zakt op zijn knieën en legt de detector naast zich neer. Voorzichtig trekt hij een paar graspollen uit de grond en begint te graven. Het moet met zijn handen, want zijn schepje heeft hij bij het prikkeldraad laten liggen. Maar dat kan hem niks schelen. Meteen de eerste keer raakt, dat is toch fantastisch? Hij moet wat dieper graven, maar dan stuit hij op iets. Als jullie nou denken aan oorlog, hè? Aan de Tweede Wereldoorlog of een andere oorlog, waar denken jullie dan aan? Wat is het eerste wat in jullie opkomt? Wie? Nou, dan denk ik aan soldaten wat voor je land knokken en ook soldaten en burgers wat doodgaan. En dan moet je die ook gaan herdenken. Dus daar denk ik aan het bijwoord oorlog. Er zijn dus in de oorlog hele nare en afschuwelijke dingen gebeurd. En waarom denk je dat het goed is dat we nu nog proberen terug te denken aan de oorlog? Nou, dat ook wij als kleinere kinderen, dat wij ook nog weten wat er is gebeurd en hoe erg het was, zodat het niet nog een keer gaat gebeuren. Waarom denken jullie dat een monument kan helpen om niet te vergeten wat er gebeurd is in de oorlog? Ja, het is heel erg wat er in ons land is gebeurd en iedereen moet dat gewoon ook meekrijgen in zijn leven. En ja, het was gewoon erg, want er zijn gewoon heel veel slachtoffers gevallen en ze hebben voor ons gevochten. Waarom heeft u het verhaal geschreven? Nou, toen het Nationaal Comité 4, 5 mei mij vroeg om een verhaal te schrijven voor Adapteren Monument, dacht ik meteen, oh, dat wil ik doen. Want ik vind het eigenlijk hartstikke belangrijk dat je af en toe nog eens terugdenkt aan die oorlog. Want we leven nu in vrijheid en dat wil zeggen dat je mag gewoon zeggen wat je denkt. En dat was toen niet zo. Als je iets zei waar de Duitsers het niet mee eens waren, dan werd je onmiddellijk opgepakt en opgesloten. En als je geluk had, kwam je vrij, maar het kon ook wel eens helemaal verkeerd aflopen. Dus ik vind het echt heel belangrijk om daarover te vertellen. En ik denk dat het goed is dat je in ieder geval één keer per jaar denkt van nou, er is zo'n monument en dat kan van alles zijn. Dat kan net als in het verhaal een oud schuurtje zijn, maar het kan ook een plaquette zijn op de wand, hè, waar een tekst op staat of een beeld. Nou, dat je daar gewoon dan eens één keer per jaar naartoe gaat. Of dat je als klas of als school zegt, nou, wij adopteren dat, dus wij gaan daar een beetje extra voor zorgen. En we gaan in ieder geval één keer per jaar gaan we daar iets bijzonders doen bij dat monument. Zodat je dus niet vergeet hoe belangrijk het is dat we vrij zijn en dat we in een democratie leven. Op 4 mei is het zover. Groep 7-8 van juf Annemiek is op weg naar de wei van boer Schrijnemakers. Ze hebben bloemen geplukt in het bos en alle kinderen dragen nu een boeketje in hun hand. Max en Noortje lopen trots voorop. Hun plan is gelukt. Eerst hebben ze het verhaal aan hun groep verteld. In het begin werden er flauwe opmerkingen gemaakt. Wat hadden die twee uitgespookt in dat wij...